Wat brengt u vandaag naar de beurs? Via Resco Lievelings hebben wij kaartjes gekregen. En een beetje inspiratie doen, want we krijgen binnenkort ook een nieuwe kaart. Dus. De uitnodiging van Dirk. En vooral het verst sprak ons heel erg aan. Daardoor wilden we hier ook komen kijken. En wat heeft u allemaal al gezien en gedaan op de beurs? Ik heb sauzen besteld. Ik heb gekeken bij brood, tapas. Erg interessant vond ik een kroketje staat verderop. Dat komt een beetje mijn kant op. Ik moet zeggen dat ik qua biologisch ook vrij veel gevonden heb. Ja, een hoop tevreden. Mooie beurs. Ja, inderdaad. Ik zag leuke broodjes en dat soort dingen. Je brengt er wel ideeën doe je op van wat kunnen we maken. Ja. We zijn een vaste leverancier zijn we geweest en ook een beetje inspiratie gedaan voor de nieuwe kaart. En wat we allemaal gezien hebben en ook van onze vertegenwoordiger hebben we dingen gehoord. En dat zie je stonden en hebben we ook even nagekeken wat we ervan vonden. Wat heeft u allemaal al geproefd? Oh mijn god. Wat ik net opnoem. Kroketjes, tapas, wijnen, bier, van alles en nog wat. En wat valt u op en wat vindt u leuk op deze beurs? Nou, ik vind het voor vergelijking met de horeca vooral gezellig hier en wat kleiner, dat je meer de tijd voor je neemt ook. Vrijheid van praten. Het is allemaal niet zo hectisch. Het gaat allemaal een stukje rustiger als op de horeca, meer persoonlijk. Een stuk fijner. En wat vindt u van Horesca Lievering tot nu toe? Dat is een goede zaak. Ja. Ja, dat is alles voor je klaar. En ja, in principe als je iets wil regelen, regelen ze nog de dag zelf. Erg goed, ja. Ze zijn accuraat en ik kan ze altijd bellen en dan komen ze. Ja, ik heb weinig ervaring nog, maar tot nu toe super enthousiast. Ik kan niet anders zeggen.